start is gevallen. Qatar de Bouffé is heel erg goed weg, maar in het midden van de baan zijn er een paar nog sneller. En eens kijken wie daar als eerste naar voren komt. Dat is Jo Corbani, die daar de leiding gaat nemen met Quick Runner. Quick Runner heeft zijn naam mee als hij de eerste bocht ingaat. Op plaats 2 daarachter wordt nu teruggenomen Origan Duwa. Die kan ook aardig beginnen, maar die moet hier passen. En plaats 3 is voor Rev de Servet. Vierde plaats voor Qatar de Bouffé. Vijfde ligt Nizarro. En zesde aan de relingzijde Scoopstar. Zo gaan de paarden de bocht hoor. En de rechte lijn voor de tribune wordt inmiddels ingedraaid. We hebben nog 2 volledige ronden af te leggen als ze de finish passeren. Op een natte baan, maar wel een baan die paardvriendelijk is gebleven vanavond. Dat is toch ook wel prettig. Ze moeten nog 2100 meter deze paarden. En in het achterveld wordt een deelnemer nu teruggenomen. Die bleef aan de buitenkant hangen. Paard van Kees Hetteling junior. En dat is Calva Nonontaire. Die gaat vrijwillig naar plaats 9 van de 9. De buitenzijde gaat nu Quick Hermes naar voren met Henk Grift. Gebeurt genoeg in deze koers, in deze beginfase. Maar het gebeurt allemaal in het achterveld. Vooraan is het tempo volledig uit de koers gehaald door Jo Corbani. Die heeft een tempo ervoor liggen dat zelfs zijn oma waarschijnlijk met de rollator nog bij kon houden. En dat gaat Henk Grift nu ook even testen. Kijken of dat tempo omhoog kan. Daar komt hij aan de buitenzijde met Quick Hermes. Quick Hermes aan de buitenzijde schuift op naar plaats 2. De eerste tussentijd was 14-9, maar dat zal de tweede tussentijd niet zijn. Quick Hermes komt nu naast de leider en die gaat versnellen. 23-4 was de tweede tussentijd. Paarden gaan op weg naar de linkerbocht. Quick Runner heeft het tempo verhoogd. Quick Hermes ligt tweede. 2 Quicks vooraan en daarachter op plaats 3 aan de relingzijde Origan de Bois. Vierde plaats ligt er heel mooi in. Only You de Genai, de favoriet. En daarachter aan de relingzijde volgt dan even kijken wie dat dan is. Dat is Rev de Servet. Zo gaan de paarden de bocht door. Het peloton is vrij compact. Het tempo is nu weer naar beneden gegaan. Het ging even hard, toen even langzaam en nu weer langzaam. Jo Corbani kan het tempo terugnemen omdat Henk Grift niet aanvalt. En de beide Quicks die doen het rustig aan. Zo komen we voor de tribune langs. We hebben straks nog 1 volledige ronde af te leggen. Aan de relingzijde Quick Runner, aan de buitenzijde Quick RMS. Daarachter op plaats 3 aan de buitenzijde Only You de Genai. Paard dat volgens André Bakker heel veel speed heeft, dan ligt hij er nu perfect in. Daarachter Origan de Bois, dan Rev de Servet. Daarachter volgt dan aan de relingzijde, die probeert op te schuiven, Scoopstar. Daarnaast in het tweede spoor Qatar de Bouffé. Voorlaatst is Calva Nononte en laatst is Nizarro. Zo liggen ze allemaal dicht bij elkaar. Dan gaan de paarden voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Tussentijd was 1:17:05. En we gaan de rechte lijn overzijde in met nog altijd aan de leiding Quick Runner. Quick Runner, daarachter Quick RMS. En daarachter volgt op plaats 3 Origan de Bois. Only You de Genai ligt vierde. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Tempo gaat nu omhoog. Dat mocht ook wel een keer. Tussentijd komt er zometeen aan. De tussentijd was 1:18:09. Uitgeschakeld nummer 9. Galop nummer 9. Daar komt de aanval al van Only You de Genai. En in een flits is hij de koploper voorbij. En André Bakker neemt onmiddellijk over en pakt voorsprong. Only You de Genai begint weg te lopen bij het veld. Qatar de Bouffé gaat erachteraan. Die ziet de bui al hangen, Hubert Schoonhoven. En inmiddels zijn we halverwege de laatste bocht. En die bui hangt niet alleen, die bui valt hier ook. Maar Only You de Genai heeft er geen last van. Only You de Genai is als eerste in de laatste rechte lijn. In de achtervolging is het Qatar de Bouffé. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Bakker en Schoonhoven gaan het onderling uitmaken. Maar een echt duel gaat het niet worden. Bakker zijn paard is veel te goed. Geclaimd in Frankrijk, naar Nederland gebracht. En zijn eerste koers wint hij gelijk voor de heer Knipscheer. Wat een mooie winnaar. Only You de Genai. Nee, wint er met overmacht. Tweede plaats Qatar de Bouffé. En plaats 3, Jan had het al gezegd, hij is goed. Rev de Servet.